In dit mooie, grote oude huis woont de weduwe Nel van der Hoed Smulders met haar 3 volwassen zonen. Waarom? 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 Waarom wonen die jonge mannen nog steeds bij hun moeder? Waarom zijn ze niet uitgevlogen? Wat bindt hen? Binden? 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 Mijn jongens kunnen gaan en staan waar en wanneer ze maar willen. Men kan het natuurlijk ook zo zien dat moeder bij mij inwoont en ik de rest van de familie op de loop toeneem. Ik wil niks zeggen. Dat lijkt me een uitstekend idee, Grover. Ik heb het niet tegen jou, Simon. Oh, nee? Hey. Wat wil jij niet zeggen, lieverd? Dat ik nu echt nodig weg moet. Doe maar even of ik dat niet heb gehoord. Maar... Zonder fatsoenlijk ontbijt gaat hier niemand de deur uit. Dat ga je toch door het raam? Moeder, ik moet naar een heel belangrijke bespreking. Ik ben toch al te laat. Reden des te meer om... Thijsje een beetje minder kan ook wel. Jongen nou toch. Jongen nou toch. Thijsje. Oh, waarom zeg ik zoiets dan ook? Je mag van mij wel 3 rollen beschuit en 10 jampotten tegelijk opeten. Oh god. Thijsje. Wie legt hier nou een hark neer? Ik. Wie klimt er nou uit dat raam? Ik. Wie loopt mij nou in de weg als ik haast heb? Ik. Wie loopt er nou door mijn pas geharkte borders? Ik. Wie helpt er even met aanduwen? Ik. En wie vergeet er nou het contact aan te zetten terwijl ik met Lazarus duw? Sorry. Dat zie je. Ik ook. Maar... Pardon. Wie is hij? Onze nieuwe werkster. Oh. Maar zeg dan nog maar niks over tegen mama, want dit is een verrassing. Zeg dat wel. Kom maar bij mij mee. Waar naartoe? Naar mijn kamer. Kunnen we... kan je even opknappen? Nou, zeg, ik kan zelf wel lopen. Thijs! Hoven! Simon! Oh, Karel, ik mis je zo. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. En waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest. Of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Oeh, we zijn weer thuis. Oeh, we zijn weer thuis. Nog branden. Doe nou. Zit er nog precies eentje op? Nou, dat
dat wordt dan mooi de laatste. Hoe gaat het ook alweer? O ja. Doet hij nou? En nou blazen jij. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Een heildronk op dit onvergetelijke moment. Papa, nou niet meteen weer drinken. Oh, dit is pas de eerste vandaag. Het is verdikke me ook nog maar 8:30 in de ochtend. Och, heren, mijn tijd. Dan moet ik als een gek naar die stomme aandeelhoudersvergadering. Of weet je wat? Bel jij even op dat ik hals over kop naar Brussel moet of zo. Hè? Blijf ik vandaag gezellig mee om feesten vieren. En we gaan met z'n allen ergens naartoe. Waar gaan we naartoe? En waar komen we vandaan? Ja, Simon, dat is wat jou betreft nogal een onduidelijke boel, hè? Uit wiens koker jij komt. Een nellebelletje van me. En toen ook. Simon is een ongelukje, hè? Maar ik ben uit liefde geboren, hè, mam? Nou, even geen gekheid. Govert en Thijsje gaan gewoon naar school. Jij ziet maar. Wat zie ik? Waar? Jij ziet ook maar wat je doet. Vanavond vieren we verder feest. Eerst een klein gezellig hapje hier. En dan met z'n allen naar de Schouwburg. Prachtige regie van Tonduts. Met gesloten deuren. Wieklo, weet je wel, van Sartre. En de meiden van Genève. Daarna gaan we souperen in Royaal. Heb ik allemaal al geregeld. Nou. Zijn dat een beetje lekkere meiden, die van Sartre, ja, zei je? Hé, hey, Thijsje. Ah, ja. Er branden nog een paar kaarsjes. Nee, laat mij dat nou maar doen. De jarige mag altijd maar één keer blazen, anders brengt het ongeluk. Nou, daar gaat hij. Je bent dan vandaag wel al 8 geworden. Je kan je oude vader toch nog niet missen. Wat is er? Waarom doet papa dat nou? God, oh God, oh God. Oh, dat mag niet. Dat kan niet. Oh, bel de dokter. Ja, maar waar is je telefoonboek dan? In de vuilnisbak. Ik heb dat gisteren toch doormidden gescheurd, omdat jij niet wou geloven dat ik daar kom. Je me zou er dan altijd bij elkaar blijven. En ondertussen zingen wij voor jou dit lied. Maken wij van. Mevrouw Diekema, ook namens ons hele kantoor onze deelneming. Mevrouw Diekema? Nee? Mevrouw de Bruin neemt me niet kwalijk. Mevrouw van Erp. Mevrouw Boendemaker. Mevrouw Derks. Valkenbos. Van Koningsbrugge. Meneer van het Hof. Mevrouw van der Hoed. Van der Hoed. Ah, hier heb ik het al. Petronella Charlotte van der Hoed, geboren Smulders. Wel gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe huis. Niet waar? Niet waar? Wie is u? Born is de naam. Henk Born. Ai, sorry. Ik bedoel natuurlijk wel gecondoleerd met... Enfin, dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Waar is notaris Voogd? Die is er geweest. Laat hem dan onmiddellijk weer terugkomen. Met hem hebben mijn man en ik in de tijd tenslotte ook alles op papier gezet. Ik heb hier de hele handel. Hoe komt u daaraan? Tevoorschijn gekomen toen we zijn kantoor hebben uitgemest. Koffie? Alles erop en eraan. Kwak maar het een en ander neer, dan zoeken we het zelf wel uit. Zoals u wilt. Lijkt mij ook, ja. Waar is notaris Voogd? Hij was een gelovig mens, dus hij zou wel op de hemel hebben gerekend en nog vreemd hebben opgekeken. Toen bleek dat er niets was. Of bent u ook gelovig? Dan heb ik niets gezegd. Is die aardige meneer Voogd... Met de kerst in Kietzbuur op een zwarte skipiste uit de bocht gevlogen en in een ravijn gedonderd. Had natuurlijk weer een flinke slok op, want het zijn sterke benen die het hoofd kunnen bieden aan de spanning in de keiharde wereld van het moderne notariaat. Had hij nou maar naar mij geluisterd en daarbij tijds mee gestopt, dan... Dan had u al veel eerder op zijn plaats kunnen zitten. Precies. Nou, ik dacht er dus vooral aan dat hij dan nog een tijdje van een zorgeloze levensavond had kunnen genieten. Want dit is een veel eisend beroep, mevrouw. Het was inderdaad niet goedkoop, maar notaris Voogd was een innemende man. Dat mag je wel zeggen, die ja. Arbeidsvreugde paarden. Kijk eens, mag het zo even? Paarden, zei u? Ik zei arbeidsvreugde paarden. Arbeidsvreugde paarden? Ik ben bang dat ik u even niet kan volgen. Arbeidsvreugde. Arbeidsvreugde. Nou, dat zal best, maar ondertussen kwam ik nooit vooruit en bleef ik maar kandidaatnotaris. Maar je ziet maar weer, een mens moet nooit wanhopen. Eens kijken. U laat mij weten dat uw laatstgenote echtgenoot van der Hoed, Karel, laatstelijk woonachtig enzovoort. Wat voor drie, dat is geen kattendrek, zo'n slordige 4 miljoen nalaat. Wel nee. Niet? Dat heb ik niet u, maar notaris Voogd medegedeeld. Mevrouw van der Hoed, ik heb er alle begrip voor dat u een beetje overstuur bent. Maar notaris Voogd is er niet meer en uw man ook niet. Dus wat wilt u nou? Laat uw koffie niet koud worden. Zijn testament nu bepaalt dat...
Een kwart, dat is dus 1 miljoen, vol eigendom wordt van de weduwe. Dat bent u dus. Dan gaat er een kwart vol eigendom naar zijn uit de echtverbintenis met u geboren enige zoon Thijs. Het is wat, amper 8 jaar en nu al miljonair. Hij was zo gek met zijn papa. Vind je het gek? Arme jongen. Arme jongen. Blijft over 2 miljoen bloot eigendom legaat onder uw bewind. Bestemd voor 2 zonen van u ontsproten aan 2 eerdere verbintenissen. Respectievelijk Simon, 21, zoon van reeds lang geleden overleden echtgenoot Jacob Raaspit. En Govert, 16 jaar oude zoon van spoorloos verdwenen Edu Zwanenpark. Klopt allemaal? Hallo, bent u daar nog? Waarom laat uw man 2 miljoen na aan 2 rotjongens waar hij niks mee van doen heeft? Omdat, meneer Born, die 2 rotjongens zonen van mij zijn. En dat ik Karel duidelijk heb gemaakt, als hij met mij wilde trouwen, dat hij hen ook zou moeten accepteren. Op de koop toenemen, zo gezegd. Mooi. Simon en Govert kwamen dan wel niet zoals onze Thijsje uit zijn koker. Zoals Karel dat zo plastisch kan zeggen. Kon zeggen, moet ik nu zeggen. Wou ik ook zeggen, maar ik wou het niet zeggen, maar u zegt het nou zelf. Wat ben ik nu dankbaar dat ik mijn 2 grote jongens voorlopig thuis zou kunnen houden. Ik ben bang dat ik ze nooit om me heen zou kunnen missen. Ik ben bang dat ze iedere 1 miljoen te verteren zo vertrokken zijn. Dan ontgaat u kennelijk de draagwijdte van de clausule die mijn man met vooruitziende blik, want toen wij trouwden was hij nog straatarm, daaraan bij de opstelling van zijn testament verbonden heeft. Nog eens? Du moment, een van mijn jongens, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming het ouderlijk huis verlaat, verspeelt hij daarmee het hem toegedachte deel van een onder mijn bewindvoering vallende legaat. Wat intens gemeen en onrechtvaardig allemaal. Past u wel een beetje op uw woorden? Wat is het toch ongelijk verdeeld in de wereld? Hoort u eens? Die moederlijke toewijding en warme liefde van u. Wat markeer eraan? Ik heb niks aan niemand. Ik weet niet eens wie ik ben. U bent toch notaris? Ik ben een vondeling. Ik werd opgepikt door een toevallige voorbijgang. Afgegeven bij een weeshuis en liefdeloos opgeborgen. Ik ben gevlucht en heb gezworven. Toch maar mooi op dit dure notariskantoor terechtgekomen. Gestudeerd van een lening met nooit meer op te brengen woekerrente. Neem me niet kwalijk, liet me even gaan. Stuurt u mij maar gerust een gepeperde rekening, hoor. Kunt u van op aan. Meneer Born, als u het moeilijk hebt, kunt u mij altijd bellen. Of langskomen om zomaar wat te praten. Als u dat de behoefte mocht gevoelen. Mevrouw van Doort, spreekt u mee? Meneer Born? Henk Born? Notaris Henk Born? Zouden mijn schoonzus en Frietje of Capra dan toch gelijk hebben dat er meer is tussen hemel en aarde dan... Als de dag van gisteren. Wat zeg ik als vandaag? Als van daarnet? Maar dan komt u toch hier naartoe? Hoe laat is het? Precies. Dan zie ik u zo. Australië, Canada, Vuurland, IJsland, noem maar op. Groenland, Brazilië, Finland, Japan. Nou, daar ben ik nou toevallig net even niet geweest. Oh. Maar voor de rest heb ik de hele wereld afgestroopt. Waar heeft u de stofzuiger? In de kast, onder de trap. Nog steeds dat oude, gierende monster. Pas nog nieuwe koolborstels en een nieuw anker. Ik kan dat, ingezet. Want, wie is u? De werkster. Sinds wanneer? Sinds vanmorgen. De werkster, is het weer zo laat? 16:30. Born is de naam. Henk Born. Machteld Vredenburg, aangenaam. Ik ben de notaris van de familie. Wij zullen het vast wel met elkaar kunnen vinden. Doet er geen moeite, hoor. Oh. Ik vind hem zelf wel. In de kast onder de trap zijn. Ik heb u niet aangenomen, juffrouw. Nee. Dan ga ik maar. Doet u dat? Want we hebben dan nog wel geen kennis gemaakt. Maar ik weet al wel dat u niets moet hebben van werksters die u voor de voeten lopen. Maar ik kan mij natuurlijk niet helemaal onzichtbaar maken. Nee! Oh, pardon. Maar nu ik weet waar de stofzuiger is... In de kast, onder de trap. Heb ik u hier een werkring in het vooruitzicht gesteld? Daar kan ik me niets van herinneren. Ja, maar... Nee, het is jammer voor je. Maar aan mijn geheugen mankeert nog niets, kind. Daar kan ik van meepraten. Geloof ik graag. 14 jaar geleden vertrouwde ik per ongeluk een heleboel vertrouwelijke dingen over mezelf toe. Maar ze weten toch precies. Laten we dat nou maar vergeten, jongen. Laten we het er maar op houden dat dat kwam... omdat we er allebei aan moesten wennen... dat jij ineens op de plaats van die lieve goede oude notaris voogd zat. Goede oude lieve notaris voogd? Meer dan 10 jaar lang heb ik op de dood van die vieze oude schuinsmarcheerder moeten wachten. Wat hij privé uitspookte, moest hij zelf
weten. Tegenover mij heeft hij zich altijd correct gedragen. Oh ja, maar toen ik als broekje pas bij mijn dienst was, heeft hij een keer de deur op slot gedaan en mijn broek van mijn reet getrokken. Vind je het nogal interessant allemaal? Gaat wel. Ik had hem moeten chanteren, in plaats van steeds maar weer geloven dat ik op korte termijn zijn protocol kon overnemen. Maar toen je er eenmaal zat, gaf hij er na een paar maanden al de brui aan. U komt er zelf wel uit, hè? Waaruit? U bedoelt... Oh, wilt u misschien ook een glas wijn? Sla ik niet af. Omdat ik eerst wat van de wereld wou zien. Maar nu ben ik weer terug en weer helemaal tot uw dienst. Ik wou het dus hebben over die 2 miljoen bloot eigendom onder uw bewind. Dat vrucht gebracht. Wacht even. Voor zover je dat nog niet begrepen mocht hebben. Uw zoon heeft mij aangenomen. Ik ga hier alleen maar weg als hij mij ontslaat. En dat dan alleen nog maar als er een afvloeingsregeling naar mijn zin is getroffen. Machteld was de naam? Nog steeds, hoor. En ik ben ook niet van plan die te veranderen. Kan je niet even kloppen? Hadden wij niet ooit eens zoiets afgesproken? Stel je niet aan. Ik heb je 1 miljoen keer in bad gestopt. Je hoeft je voor mij niet te schamen, hoor. Of eigenlijk wel? Of ik nou wel of niet hoef te schamen, ik heb recht op mijn privacy. Zou je niet eens van je nest komen? Misschien ben ik ziek. Hadden jij in die vrije van je in de tijd maar zoiets gebruikt, had je nou niet zo op hoeven vitten. Of was op zijn minst wat kritischer geweest bij je teeltkeuze, zat ik nou niet opgeschreven met zo'n prehistorische uitgestorven vogelsoortenkop. Stiep treurig wat jij allemaal tegen je moeder durft zeggen. Sorry. Ik viel op je vader zijn neus. Dat jij daar nou nu nog steeds mee zit. Je hebt gelijk. Ik had er al lang eens een flink stuk vanaf moeten laten slopen. Als je dat maar uit je hoofd laat. Je hebt een heel karakteristieke neus. Zei je van de week niet nog dat ik een rot karakter had? Oh, wat een gezeur. Heb je nou niks beters aan je hoofd? Nou, niet echt dat je zegt... Het is soms net of ik Jacob weer voor me zie. Ik ben er toch niet uitsluitend om voor jou de herinnering aan die dode, halfgare vader van mijn leven te houden? Zeg ik dat dan? Niet met zoveel woorden. Laat maar... er dan verder geen woorden meer aan vuil maken. Maar mag ik je dan misschien wel verzoeken eens op te houden met die afgezaagde dienstmeisjes-truc? Afgezaagde dienstmeisjes? Is het anders dan doorgezaagde weesmeisjes? Spreek jij trouwens niet liever van werksters? Voor die types die jij laat opdraven, lijkt me zo'n titel misplaatst. Tenzij jij op de rug liggend jou van dienst zijn ook onder werk wil rangschikken. Ja, ik kan ook grof zijn. Begrijp je me misschien beter? Vreselijk toch dat je moeder bij je inwoont. En dan zo'n opsodemietertje van een nakomertje erbij. Waarom zou die dat nou doen? Hij zou zijn moeder wel heel dankbaar zijn en heel veel om haar geven. Heb ik nooit gekund. Heeft u ook zo'n rotmoeder? Helemaal niet. Oh, die van mij valt ook wel mee, hoor. En mijn vader is een goede ziel, maar ik ben toch blij dat ik bij ze weg ben. Kan ik niet zeggen. Woont u nog bij uw ouders dan? Ik heb ze zelfs nooit gezien. U bent een echte wees. Ah, oh, wat romantisch. Vondeling. Niemand wou mij hebben. Mijn hele jeugd gesleten in gestichten. Ideaal, toch? Er wordt altijd goed voor je gezorgd en je kan altijd blijven zeggen... met jullie heb ik niks te maken. Echte ouders eisen altijd van je dat je ze dankbaar bent. Deze moeder hier zou ik wel dankbaar willen zijn. Die Simon is toch maar mooi met zijn grote neus in de boter gevallen. Daar viel ik gelijk op. Op die boter of op die neus? Boter? Laat maar zitten. Ik vind hem zo te gek. Die neus? Ja, nee, niet alleen vanwege die neus. Maar toch ook wel vanwege die boter? Ik vind die grote neus heel leuk. Maar hij heeft dus ook een enorme... Oh ja? Fantasie. Vrije, daar vond ik eerlijk gezegd nooit een bal aan. Maar wat hij ervan weet te maken... Oei, 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 oei. Maar ik ga naar mijn gang aan de slag. Want daarvoor heeft hij me niet aangenomen. Ik zal hem eens laten zien wat ik goed kan. Misschien kan je dan een keer die zogenaamde roman afmaken waar je ondertussen al zo'n 14 jaar aan bezig bent. Als het hier zo nu en dan een werkster nodig is, dan zoek ik die wel uit. En dat is er dan één. Die je voor dag en dauw je bed uitsleurt met de camera aan kant moet. Zo'n angstaanjagend type. Dat van aanpakken weet. Moet men per se lelijk zijn om hier te mogen stofzuigen? Dat is toch pure discriminatie? Maar laten we eens over de tuinman hebben. Het is daar mee. Het is een hele lieve man. Daar zeg je me wat. Heb je die echt uitgezocht op zijn plantkundige inzichten? Heb je die aangenomen vanwege zijn tuinbouwvaardigheden, zijn snoeistijl, zijn gezondverzorgende kwaliteiten? En wel eens zien hoe de tuin erbij ligt. Ik bedoel, blijft hij met zijn geploeter binnen de perken? Wij hadden het over jouw dienstmeisjes. Ik duld niet dat jij... Wat is dat voor feodale praat? Feodale praat? Jij mag voor mij best een dienstmeisje uitkiezen. We hebben het dan over. Dat de vrouw met wie jij op een gegeven moment verkiest je leven te gaan delen achteraf een dienstmeisje zou blijken te zijn. Daar maak ik op voorhand geen bezwaar tegen. Maar?
Een dienstmeisje is een dienstmeisje. Dat is een tautologie. Wat? Een uitspraak die waar is onafhankelijk van de waarheidswaarde van haar bestanddelen. Dat kan wel waar zijn, is waar. Maar ik bepaal hier... Moeder, ik ben volwassen, ik doe wat ik wil. Zoon, ik ben ook volwassen en ik doe ook wat ik wil. Zolang jij hier woont, pas je je aan aan mijn regels. Dat gedonder jaar met die dienstmeisjes hier. Is dat nou eens een keertje afgelopen? Dat zou best eens kunnen. Jij geeft alles op. En je vergooit je toekomst voor dat onnozele wicht. Ik verbied je om zo over haar te praten. Gunst. Ik hou van haar. Stik jij maar met je poen. Ware liefde laat zich niet dwarsbomen door de geldbuidel. Zo mag ik het horen. Je blijft nog wel even eten? Wat eten we vanavond? Kan je het goed zien? Nou en of. Wat een verschil. Kijk, daar. Daar ben je nog niet geweest. Wat doe je? Ik gooi die wijn over je goede goed. Het is toch niet waar? Jawel hoor, kijk maar. Jemig, wat een plek. Voel je het al doorlekken? Kom maar mee. Dan spoel ik het er meteen uit. Sorry hoor. Als het niet anders is, je treft het. Ik heb juist bezoek van onze notaris. Kunnen we meteen je onterving vastleggen en kun je met de vertrekken. Of je een miljoen nou nu niet krijgt of later niet. Ja, je doet me wel verontwaardigd, maar je zou me juist heel dankbaar moeten zijn. Waarvoor? Als je werkelijk meent dat je nu de waarde hebt gevonden. Ja? Zonder mijn financieel onderbouwde rem op jouw roetsbaan naar het diepe dal... waar koning ondoordachtzaamheid de scepter zwaait... en van waaruit omhoog klauteren schier onmogelijk is... had jij je prinsesje nimmer ontmoet. Meegesleept als je dan al was in die maalstroom van ongelukkige liefdes. En ten onder gegaan in het moeras der wanhoop. Nog eens? Zonder mijn bemoeienissen had je je al lang verkocht aan de eerste de beste loslopende meid. En dan was je nu niet vrij geweest om aan je grote geluk te beginnen, ventje. Net zei je het toch even anders. Zonder mij? Ja, zonder jou was ik er niet eens geweest. En zonder jouw moeder was jij er niet geweest en zo kunnen we nog even doorgaan. Maar ik ben er nou eenmaal en ik heb ook recht op mijn ongeluk. Misgun mij dat niet. Neem mij dat niet af. Zoals je wilt. Henk, werk aan de winkel. Daar is hij. Dat lukt nooit. Probeer dan ook even mee. Niet zo woest. Niet zo hard eraan trekken. Wacht even, hou zelf even zo vast. Dan kan ik er beter overheen. Gaat het? Ik weet niet. Toch veel groter dan ik dacht. Misschien toch beter als je je broek even helemaal uitdoet. Simon. Ik zei... Het is niet wat jij denkt. Het is echt heus niet wat jij denkt. Ik dacht, meneer hier heeft een glas wijn over zijn broek gekregen en jij maakt het even schoon. Maar dat is het dus niet. Zolder opgeruimd, schuur opgeknapt, de beerput leeggezogen. Wat? Zijn dus nu op de riolering aangesloten. Zo'n ondergrondse tank raakt toch een keer vol. Het is niet waar. Ja, het is nog wel zo'n 10 kuub met zijn 4 wc's die erop lozen. We hebben oom Gerards zelfgebouwde pompinstallatie gekoppeld aan de tankwagen die kwam voorrijden. Toen die vol was en wegreed, toen zei oom Gerard toch zonde... omdat in de loop der jaren moeizaam opgeplotte spul zomaar voor niks aan de hand te doen. Wanneer ze stront soms per liter pak langs de deur uitventen. Oom Gerard is wel gek, maar... Ja, zo kun je de mensen niet aansmeren. Ander onderwerp graag aan tafel. Ja. Want dat bracht hem wel op een ander idee. Ons land kan toch met een enorm mestoverschot. Thijs! Ja, nee, luister nou. Want oom Gerard wil dus een proefinstallatie bouwen... Om te proeven of er nog wat zout en peper bij kan. Nee. Niet. Om te kijken of we een project kunnen opzetten om uit te vinden... of we er nog wat nuttigs mee kunnen doen. Hoe bedoel je we? Ik voel er veel voor om dat te financieren. Ik wil nou wel eens wat met mijn erfenis doen. Er wordt hier aan tafel niet over geld gepraat, Thijs. Maar kunnen we daar dan op korte termijn met de notaris erbij over praten? Want de notaris wipte hier juist vanmiddag nog even langs. Zo'n afzuiginstallatie kan heel interessant zijn. De notaris toonde zich ook geïnteresseerd in afzuigen. Ik kan me niet herinneren dat we het daarover hebben gehad. Nou, en ik wil het er in ieder geval nu ook niet over hebben. Oom Gerard is echt een toffe peer. En altijd vol grapjes. Toen we samen onder de douche stonden, toen zei hij... praat daar maar liever niet met je moeder over, anders word ik nog door mijn zus beschuldigd. Van zuinigheid. Als hij zuinig is. Nou, dan ben jij het wel. Nou. Maar het is dus gewoon dat Oom Gerard voor verantwoord omspringen met het waterverbruik is. Oh, is dat het? Tante Tieneke denkt er kennelijk heel anders over. Oh ja? Ja. Want toen ze op de badkamerdeur klopte om een handdoek te geven... toen vloog Oom Gerard de badkamer uit. Ging door het raam naar buiten en over het balkon naar hun slaapkamer.
En toen we later aan de vlierbessenthee zaten, vroeg hij langs neusweg, zegt Thijsje, heb jij eigenlijk al gedoucht? En toen meteen erachteraan, oh ja, na mij. Gek eigenlijk. Dat Tineke niet mag weten dat Gerard met jou onder de douche kruipt. Ja, want je zou toch zeggen dat tante Tineke ook voor verantwoord omspringen met het waterverbruik zou zijn, want voor de rest is ook zo'n milieubewust als de pest. Als jij zo'n plezier hebt in opruimen en schoonmaken, begin jij dan maar eens een keertje met je eigen kamer. Of misschien kan je een keer de auto wassen. Of poets en zo eens een keertje je eigen schoen in plaats van dat je door om Gerard laat uitbuiten. Kregen ze ook nog ruzie over. Toen hij tante Tineke vroeg of ze zijn schoenen wou poetsen, toen riep ze, want ze is ook nog behoorlijk feministisch, ik ben je werkster niet. Is onze nieuwe werkster eigenlijk nog gebleven nadat ik vanmorgen over de jurk had gebraakt? We zitten te eten, Thijsje. Ik heb het op. Was het eigenlijk? Gevulde hondenkop. Ah. Is er nog een beetje? Twee stukken nekwervel, maar die bewaren we voor Govert. Waar ga je heen? Even naar de wc. Ga zitten en eet nog wat. Is goed, maar dan moet ik toch eerst even voor de ruimte maken. Als Govert niet op tijd wenst te komen... Dan vindt hij de hond in de pot. Ga dan maar gauw. En niet per ongeluk doortrekken, hè? Hou op. Oké. Okay. Ik zal het proberen. Laat je toch niet altijd door Simon voor de gek houden. Was het dan geen hondenkop? Didi! Vond het anders best lekker. Gebraden koeienkom, dat was het. Is het dan uit? Op, dat is het. Dat wil zeggen op één haar en twee stukken schaambeen na. Is het dan afgelopen? Ik dacht het wel, ja. Ik denk niet dat mevrouw Koer het nog lang heeft gemaakt. Na gedwongen afgifte van haar met een hakbijl geamputeerde achterste. Simon, ik maak jou die groenten en rijst en knollen toch ook niet tegen? Nou en of? Je hebt het klaargemaakt. Laat maar. Goed, zal ik het voortaan laten? Hitler was ook vegetarisch, heb ik wel eens ergens gelezen. En had maar één bal. Don Juan ook. Had Don Juan maar één bal? Hij was ook vegetariër. En wat dat andere betreft... Gelet op de beschreven prestaties... Kan ik me nauwelijks voorstellen dat twee ballen voldoende zou zijn. En meneer maakt een grapje. Nou ja. 1200 ballen op de kop af. Dat komt beter in de buurt. 1200? Waar laat je die allemaal? Dat hebben we mij over, jongeman. Daar weet ik wel raad mee. Alsjeblieft. Ja. En reuze bedankt dat u hem zo laat op de avond nog helemaal bent komen brengen. Denkt u dat hij dat weer doet? Ik hoop het voor u. Wilt u koffie? Ik heb net vers. 1200 gulden. Simon, het is een heel oud toestel. Dat bedoel ik. Daarom is het mij wel wat waard dat die man originele antieke onderdelen heeft weten op te sporen en erin gezet. Als je die honger, dat geweld, de narigheid, die rotzooi in de wereld ziet, dan realiseer je toch maar weer hoe goed wij het hier eigenlijk hebben, Simon. Ik vind het allemaal wel erg zwart-wit. Maar het zijn toch ook schrijnende tegenstellingen? Zou het genuanceerder overkomen en ook meer onthullend zijn als die kleur zou zien? Oh, die manier? Wel, ik vind kleurentelevisie overdreven. Men moet toch ook iets overlaten aan de fantasie? Donder die oude bak dan het huis uit, kan je alles aan je fantasie overlaten? Televisie is ons venster op de wereld, Simon. Kijk nou toch! Ik begrijp iets niet. Blijf dan zitten, straks leggen ze het allemaal uit. Hoe kan dat nou? Ik denk dat het komt doordat de ruk zich zelfs kappen van die regenwouden. En die veel te intensieve akkerbouw. Hoe komt die macht tot aan mijn adres? Zit je nou nog te dromen van die indringsten? Ik zet nooit ons telefoonnummer of adressen in mijn advertenties. Wees dan maar blij dat je moeder jij voor de zoveelste keer voor wist te behoeden... dat je hier weer eens in een uitzichtsloos avontuur zou storten. Hier, gevraagd. Dienstmeisje, liefst mooi. Moet van aanpakken weten. Brieven met pasfoto onder nummer... Die zou ik vandaag afhalen. Ik bedoel, hoe kan ze zich nog voor morgen zomaar aanmelden? Wees nou maar niet bang. Ik heb haar gezegd dat iemand die zich vergrijpt aan een van mijn zonen met mij te doen krijgt. Die mag dat. Die durft hier geen stap meer te zetten. En wat doet daar dus Born betreft... Die wil ik ook nog wel eens spreken. Laat dat ook maar aan mij over. Eens te kijken of er niet wat speling valt te forceren in die wargende erfeniskwestie. Nu is het uit. Nu heb ik niet gehoord wat voor oplossing Avrox Televisie in petto heeft... voor die arme mensen in dat probleemgebied. Ik weet niet wat jij gaat doen... Ik ook. Maar ik ga naar boven nog een stukje schrijven aan mijn roman. Thijsje. Toe nou om Gerard, nou even niet. Zullen we niet eens naar bed gaan, Thijsje? Oh, ja. Goed dat je me wakker maakt, man. Want ik wou vroeg slapen. Morgen gaan we alle dakgoten vernieuwen. Nieuwe dakgoten? Ja, oom Gerard wil het regenwater via een zuiveringsinstallatie naar de boiler voeren. 1200 gulden. Terwijl ik alleen maar een draadje had losgetrokken... in de hoop dat het nou zou komen van een fatsoenlijke kleurenbak. Als Govert
thuis komt en nog wat wil eten. Dan zal ik zeggen dat hij het restje hondenkop, sorry, koeienreet, kan opwarmen. Op een petroleumstelletje. Machteld? Ja? Ik moet je iets bekennen. Ik ook. Jij eerst. Nee, eerst jij. Ik hou helemaal niet van disco-muziek en disco-dansen. Wat zoek je dan in de Schopenhauer? Je hebt je er anders ook behoorlijk uitgesloofd. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Ik ook niet, maar voor jou wil ik wel op mijn hoofd gaan staan. Ik voel nu meer voor lekker liggen. We zijn er zo. Nu jij. Wat? Bekennen. Of doe je dat liever straks? Jij was gisteravond ook al in de Schopenhauer. Stond je een half uur te praten met een of ander duffe kantoorpik en toen was je ineens vertrokken. Dat is een zakenrelatie van me die daar die computergestuurde lichtinstallatie heeft geleverd. Wou die me even laten zien. Want ik zit dus ook in de computerbusiness. Weet ik. Want ik heb gisteravond nog een praatje aangeknoopt met die knakker. Om te weten te komen waar je woont. Had het mij maar gevraagd, want ik heb dus de hele nacht van je gedroomd. Had ik inderdaad beter kunnen doen. Want omdat ik niet van hem gediend was, heeft hij me kennelijk maar wat op de mouw gespeeld. En ik ben dus vanavond weer naar Schopenhauer gegaan in de hoop jou daar weer te treffen. Had je meer geluk dan ik? Want door die kletspraat van die computerboerenlullen vriend van je, kwam ik na een nachtelijke omzwerving 's ochtends vroeg bij een of andere halfgare familie terecht. Waar ik direct als dienstmeisje aan de slag kon. Oh ja? Heb ik nog gedaan ook, want ik zat juist onder werk. Oh, nou. Maar ja, 's middags was ik alweer ontslagen. Door dat volkomen geschifte, hysterische loeder van een moeder. Hier is het. Hier woon ik. Dit geloof ik niet. Woon jij hier? Ja, dat is wel te gek, hè? Valt mezelf eigenlijk nooit meer zo op. Want ik woon hier al mijn hele leven met mijn twee halfbroertjes en mijn moeder. Wat heb je nou? Zullen we naar mijn huis gaan? Waarom dat nou? Ik heb hier een heel riante eigen kamer, hoor. En mijn moeder is een schat van een mens. Ze is altijd heel kritisch wat onze vriendinnetjes betreft. Maar als ze jou ziet, oh, en als ja? ze weet dat het serieus is... Ah, vind je natuurlijk wel bij het ontbijt. Au, godverdomme! Ik zit nu wat voor me bewaard. Wil je nog wat eten? Ik plof nog van die pizza. Drink op mijn kamer nou wat. Volhardend type. Maar ik zou een slechte moeder zijn als ik daar geen raad op wist.
vuilnisman soms binnen uitnodigen? Dat is een idee. Maar eerlijk gezegd neem ik het straks liever mee. Sorteren om Gerard en ik het even uit. Het zit vol met nog waardevolle grondstoffen. Heb jij je wel gedoucht? Nee. Vandaag sloop ik bij om Gerard uit Riet van het dak. En dan ben ik aan het eind van de dag toch weer hartstikke vuil. Hoef ik niet te ontbijten of zo? Aan het eind van de dag heb jij toch weer hartstikke honger. Als om Gerard en ik klaar zijn, ga ik toch bij hem in bad. Maar even iets anders. Ik slaap voortaan op zolder. Zolder is voor de oude spulletjes om 's winters de was op te hangen en de appels te bewaren. Je oude spulletjes, de was en de appels vind jij belangrijker dan het welzijn van je lievelingszoon. Papa heeft daar in de tijd speciaal voor jou een heel spoorwegamplacement uitgezet. En een mooie schommel opgehangen. Vind jij eigenlijk niet dat ik zo langzamerhand toch wel de schommelleeftijd ben ontgroeid? Jij hebt er helemaal nog nooit op geschommeld. En nooit ook maar één treintje aangeraakt. Nee. Omdat die cadeaus voor mij voor altijd verbonden blijven aan die verschrikkelijke dag waarop ik 8 werd. Maar ik weet zeker dat papa nu voor mij op zolder een hele fijne grote kamer zou hebben getimmerd en zijn gereedschap ligt erop. En dat blijft daar precies zo liggen. Jullie hebben hier alle drie een van alle gemakken voorziene kamer. Menig kind zou daar dol blij mee zijn. En dankbaar, ja, goed, dan verhuis ik niet naar zolder. Maar dan zou ik toch graag met Simon willen ruilen. Goedemorgen. Voelt onze Benjamin zich weer eens achtergesteld? Jij krijgt toch altijd de grootste gedeelte van de buit die op ons ligt te wachten? Tot van ons wegen weliswaar. Lekker geslapen, jongen? Nou, ik niet. Er is ook weer vegetarisch gestemde kaas, hoor, Simon. En lekker jam. Mijn vader heeft zich ook dat poen binnengebracht, Simon Raaspit. Tijsje! Die verwekker van jou en van Govert, dat waren maar niks nut en mislukkelingen. Zo vader, zo zoons, trouwens. Oh ja, dat leuke spelletje is vanavond ook weer op de televisie. Jouw vader heeft mijn moeder ingepikt, kereltje. Toen was Allan Govert's moeder lullekop. En nou is ze mijn moeder. Ik ben haar eerstgeborene, ik heb hier de oudste recht. Ha, jullie hadden niks. Mijn vader heeft hier dit huis gekocht. Thijsje. Waarom rotte jij een grote niet eens een keertje op, weet je wel? Omdat... Ja, omdat jullie op mijn vaders geld zitten te azen. Misschien willen jullie deze verheffende discussie nog even uitstellen. Tot na mijn dood. Vind jij dit een verheffende discussie? Zo'n vader en zoon is pas morgenavond, hoor. Maar Govert? Hij ligt nou zeker weer lekker te maffen. Govert, wat een heerlijke, zalige... Ja, hij was fijn, hè? Prachtige, verrukkelijke, hete douche heb jij. Dat is echt wat je noemt een koude douche. Nee hoor, heerlijk warm was die. En dan die geweldig luxe massagedouchekop van je. Klee je aan, ga beneden ontbijt. Krijg ik geen ontbijt op bed? Vind ik veel romantischer. Ik heb in jaren niet zo lekker gevreden, weet je dat? Oh, ik wel hoor. Gisteren nog. Dacht ik, dat is toch wel heel erg lang geleden. Gisteren vind jij lang geleden? Nee, ja, laat me nou even uitpraten. Laat er dat even uitpraten, ja. Nou, zeg toch niet zo raar. Ik zeg precies wat jij ook zegt, alleen... dacht ik dat dus gisteren en jij dacht dus vandaag... dat het toch wel heel erg lang geleden was dat wij zo lekker hadden gevreden. Hadden wij elkaar al eerder ontmoet dan? Ja, nee. Kan mij het ook schelen wat je voor mij hebt uitgesproken. Nu ben je van mij. Ik ga je mijn moeder voorstellen. Zij vindt je vast ook geweldig. Govert, ik ben bang dat jouw moeder mij niet zo mag. Hoe weet je dat nou? Nou, Hoe dan ook, voor jou ben ik bereid mijn erfenis te verspelen. Wat? Wat ik wel zeker weet is dat ze de pest in heeft als ik laat kom ontbijten, Cleaan. Maar ik heb alleen maar die discojurk van gisteravond bij me. Hier, kijk eens. Nog uit de tijd dat ik aan travestie deed. Wat? Travestie. Dat je je verkleedt in de persoon van een andere seks, weet je wel? Nee hoor. Ha. Hij heeft een vroege vriendinnetje van me hier laten slingen. Oh. Evelien. Dat is het enige wat ik me van haar herinner, hoor. Dat ze Evelien heette. Toen ik eindelijk zover had dat er echt wat zou gebeuren, toen was ze ineens vertrokken. Serieus type, weet je wel. Opgestoken haar en zo. Mijn moeder kon heel goed met haar opschieten. Maar ze is allemaal heel lang geleden, hoor. Oh ja? Dit is anders wel de laatste mode. Oh ja? Ja, gek hè, dat het dan ineens weer modern is, hè? Dat ze met die nieuwe mode zo vaak teruggrijpen op vroeger. Wat doe je nou? Ik weet niet. Ik wil er opeens even helemaal anders uitzien. Machteld, dat was een hele dure zonnebril. En oh ja, zou je me Evelien willen noemen? Evelien? Zou ik eigenlijk altijd al willen heten. Dat is ook sterk. Nou, ga mee. Ik heb honger.
Waarom ben ik veroordeeld tot het armzaligste hok? Simonogovert zaten nu eenmaal al op die andere kamer. Terwijl we een hele grote zolder hebben. Daar hebben we het al over gehad. En papa's voormalige studeerkamer is verklaard tot een... Sanctum Sanctorum. Heilige kamer? Heilige der heilige zelfs. Binnenste vertrek van tempel of tabernakel. Slechts op grote verzoendag en alleen door de hoge priester te betreden. Misschien toch wat overdreven. Waarom? Om vaders voormalige werkkamer zo te noemen. Want die is voorzien van een schuivende tuimelraam. Weliswaar geen beweging in te krijgen, maar zo'n debir zit echt potdicht. Martyrium dan? Vind ik wel een mooi woord. Martyrium, moeder, kreeg pas en alleen bij Hieronymus de betekenis van gedachteniskerk. Inderdaad wel een treffende typering voor die vermufte werkkamer. Maar ver voor hem, in de daadtijdje, bij Tertullianus bijvoorbeeld, is martyrium martelaars graf. Dat ben ik dan helemaal niet met Tertullianus eens, want papa's werkkamer... Volgens het Liber Ecclesiasticus evenwel. Joodgeschrift van Yahshua ben Sira uit de tweede eeuw voor Christus. Al die geleerdheid van je, Simon. Allemaal door mijn vader betaald. Door Joden en protestanten beschouwd als apocrief. Dat doet zonder dat jij je studie niet hebt afgemaakt. De Rooms-Katholieken houden het op deuterokanoniek. Maar daarin staat martyrium voor martelaarschap of marteldood. Binnenkazes op. Wie zei het ook alweer altijd? Opa Bobby in de 50-jarige AVRO-hoorspelserie Koek en Ei. Geschreven door Jan Moraal. En dan zei opa Roel Spruit. Gespeeld door Johan Kaart. Als ik geen andere kamer krijg, dan ga ik met de notaris praten... om geld te komen om ergens anders te gaan wonen. Dat heb ik opa Roel Spruit nooit horen zeggen. Ik heb geen Koek en Ei gemist, maar dat kan ik me toch ook niet herinneren. Maar hoe kun jij dat nou ook weer... Wat zeg je me daar? Govert is tegenwoordig tot diep in de nacht bezig... met computerspelletjes en piepende elektronica. Weet ik veel. Hij is bezig met het testen van de nieuwe vinding... tegen het computervirus, heeft hij me verteld. Ik had hem gevraagd of hij zijn spullen niet tegen die gehorige muur... tussen onze kamers wou zetten. Daar staat dus nu zijn bed. Nou! Maar dan heb ik vannacht toch weer niet kunnen slapen. Hij lag me toch te steunen en te jammeren en te hijgen... en tegen die muur te bonken. Zeker een nachtmerrie of zo. Of misschien bezig met het testen van een oude vinding, thans vooral ingezet of opgezet, past hier eigenlijk beter, tegen het oprukken van een ander actueel virus. Ik moet jullie iets vertellen. Ik moet weg. Simon? Ja, ik geloof het zo ook wel. Wat gaat jou ook aan? Waar ga je nou naartoe? Weet ik niet. Ik denk onderweg wel wat. Vind je het eigenlijk nog niet wat vroeg voor zo'n gezamenlijk ontbijt? De eerder laat. Kom op nou, Machteld. Evelien, ik zet hier veel voor op het spel. En ik heb niks te verliezen. Die is weg. Wie ging daar weg? Simon. Dat is toch die met die puntneus? Klopt precies met hoe je zei dat hij eruit zijn. Moet hem geweest zijn. Oh, nou, hoef ik jullie niet aan elkaar voor te stellen. Nee. Machteld. Evelien. Deze zit toch niet steeds zo aan je plassen? En weet je wie die vriendin is? Moeder. Mag ik je even voorstellen? Dit is Evelien. Er zitten geen glazen in je bril. Weet ik. Maar ik heb pas contactlenzen, zie je? Daar moet ik nog even aan wennen. Jij kan je bril niet missen, zeg maar. Goh. Gaan jullie trouwen? Kunnen we even serieus zijn? Een huwelijksvoornemen vind jij niet iets serieus? Ik wel, krijg ik Govert's kamer. Loop er niet zo op de dingen vooruit, Thijsje. Ik ken de consequenties, moeder. En ik ben bereid die te aanvaarden. Het laatste wat ik wil is jouw geluk in de weg staan, zoon. Zou ik er even bij langs mogen? Goedemorgen, meneer Simon. Goedemorgen, Geurt. Hou even je kop. Ik zal hem heus niet weggeven, hoor. Als jullie mij ervan kunt overtuigen dat jullie voor elkaar bestemd zijn... dan hoef jij helemaal niet hals over kop het huis uit. En ben ik zelfs bereid... om voor jullie de zolder te laten verbouwen. De buitenkraan is naar zijn malle moer. Dan zou je zeggen... Gebruik dan de kraan van het fonteintje in de wc. Precies. Maar gebruikt u dan even uw verstand. Kijk, ik red dat nooit helemaal buitenom. Dus als ik nou eventjes via het keukenraam... Straks, Geurt, straks. Goed, goed. Ik heb ook nog geen koffie gehad. Dus dan kunnen de begonia's ook nog wel even wachten. Geef jij de begonia's koffie? Hoeft niet per se financiële gevolgen voor je te hebben. Thee, koffie? Mag ik even je bril op? Maar jij bent... Machteld. Onze nieuwe werkster. Sorry nog hoor dat ik gisteren op je eerste dagje meteen al over je mooie jurk heen raakte. Kan je me niet meer vergeten na ons avontuur te vergisteren? Ook al eindigde onze relatie nogal abrupt nadat ik je... terwijl we nog maar net klaar waren met onze notaris betrapte. Wou je toch nog ook Govert even proberen? Nu alleen Thijsje nog. Wat dacht je van hem? Ik herkende je meteen.
aan je reet. Sorry, sorry, mijn fout. Mijn fout. Kom op. Kom op. Maar ik ben nog niet onderaan de bladzijde. Eens even kijken, where did it go wrong? Doe maar geen moeite om, Gerard. Ik hou er helemaal mee op. Ik kan het niet, dat lukt me nooit. Wat klinkt dat dan geweldig net echt, Thijsje. Zeker op afstand. Ik heb precies één goede noot gespeeld. Iedere goede noot is er eentje, moet je maar denken. Ik heb er zeker drie gehoord. Weliswaar niet allemaal op het goede moment of in de juiste volgorde. Maar in ieder geval wel per ongeluk geraakt. Is het hele leven niet eigenlijk één groot gelukkig ongeluk? Hoe zei Fritjof Capra dat ook weer eens zo mooi? Ach. Is het niet een reden om door te zetten, juist als het nog niet veel soeps is? Precies, maar dan net even anders. Ik zoek het zo wel even op. Maar over veel soep gesproken, ik heb me toch een pan heerlijke echte Tibetaanse kloosterbonensoep gemaakt. Komen jullie dadelijk even proeven? Kop op, Thijs. De ene keer lukt het beter dan de andere. Dat mag ik wel hopen. Want die Nepalese prijshoep van gisteren leek wel afwaswater. Dan heb jij een verdomd goede smaak. Gisteren moest ik namelijk hals over kop naar de vergadering van onze actiegroep, omdat de dreigende demping van het Dwingelandse plas in de stroomversnelling is geraakt. Je hebt verband? Lag net nog in het medicijnkastje in de badkamer. Wat zeg je nou? Hoort het verband er niet dan? Ja, het kan dan nat worden. Luister nou, want toen heb ik in de haast in plaats van een pan soep een teltje afwaswater voor je op de spaarbrander gezet. Ja, ik ben niet gek. Ik heb uit de grote rode soeppan gegeten. Ik kon alleen die grote stukken taaien tofu haast niet wegkrijgen. Dat waren je sokken die ik in een sopje te weken had gezet. Omdat je daarmee door de paardenmest had gebaggerd. Juist, ja. En die fles appelsieder die op de aanrecht stond? Gisteren mijn afspraak op de kliniek van dokter Polderbeek glad vergeten. Wat heb jij nou? Wou je een glaasje appelsieder, zei je dat, Thijsje ook? Heerlijk hoor, van echte onbespoten appels uit de Reformwinkel. Oh, bijzonder prettig om dat te vernemen. Bij ons komt toch nooit chemische troep over de vloer? Die boen was, lijkt mij anders, geen zuivere koffie. Koffie? Ik dacht dat die boen was van bijen was. Met citroensmaak? Maar nog even over die appelsieder. Ik bedoel, wat mankeert jou dat jij naar die kliniek van... Van dokter Polderbeek moest, had ik afgesproken. Wat moest je dan bij die kerel? Zit in onze actiegroep Doei Demping Dwingelandse Plas. Zij heeft ook een kliniek voor bachbloesemtherapie geopend die ik zou bekijken. Mijn soep! Thijs, kom jij eens hier. Zeg, als jij geen pianolessen meer van mij wil, dan weet ik niet hoe ik je dan moet bedanken voor al je hulp hier. Want je hebt vandaag riet gedekt. Geld speelt geen rol. Ik vind het gewoon leuk. Ja, maar we doen die geheime pianolessen toch ook voor je moeder? Dat je na verloop van tijd tot haar verrassing ineens een pianovirtuoos blijkt te zijn? Ik heb nu al een veel grotere verrassing voor haar. Ik heb dit nog aan niemand verteld. Ik ben verliefd. Oh ja? Maar als je dat je moeder niet durft te vertellen, dan... houden we dat toch gewoon hier onder ons? En mijn zuster is helaas niet zo ruimdenkend als ik. Je mag hem met liefde hier ontvangen. En voor mijn part trek je hier samen met hem in. Zeg, wat is het voor een knaap? Waarom neem jij aan dat het een hem is? Hè? Waarom neem jij automatisch aan dat het een zij is? Dat is kennelijk voor jou de norm en alles wat anders is meteen maar een afwijking. Ben jij nou die onbekrompen vrouw die ik ooit trouwde? Ik heb niks tegen homo's, maar je hoeft het arme schaap toch ook niet op te dringen? Jij staat het ontplooien van een ieder naar zijn eigen gaarde in de weg met je ongeestige opvattingen. Oh ja, wat weet jij helemaal van mijn opvattingen? Genoeg om te weten dat die heel gevaarlijk zijn. Ah, laat me niet lachen! Dat is allemaal jouw schuld! Wou jij beweren dat je verliefd bent op Machteld? Ik dacht het wel, ja. Die zojuist in amper 2 dagen Simon de Thuisborn en Goven heeft afgewerkt. De snelle meid, dat is waar. Jij hebt er iets langer over gedaan en iets minder goed opgepast. Pas jij een beetje op je woorden. Als ik niet gedaan had wat jij me nu verwijt, had jij hier nu niet gezeten. Zou ik niet echt mee gezeten hebben, hoor. Maar ik bedoel,
Voordat jij aan Karel bleef hangen, had je tenminste ook twee versleten. Ik heb haar de bons gegeven, hoor. En er moet heel wat gebeuren voordat ik versleten ben. Nou, ik was er toch wel een beetje kapot van. Dat ze zomaar uit mijn leven verdween. Een lekkere meid. Wel gefeliciteerd, Thijsje. En dat we nog maar veel plezier aan haar mogen beleven. Heb je het er al verteld? Heb je er iets beloofd? Wat is er nu? Bel even de tuinman. Dat je haar nog wilt. Nou, mijn kleren zijn toch ook allemaal afleggertjes van Hulli? Maar je hebt nooit de pakken van de notaris of de broeken van de tuinman hoeven afdragen. Is het nou echt zo gek dat ze gek op me is? Ze is gek op je geld. Nou, en dat heb ik toch. Tenminste, ik ga morgen eventjes met de notaris praten en dan even langs het stadhuis. Thijsje! Oké, ik zie er vanaf. Ik geef haar op. Goedenavond, Vierdaagse. Oh, maar één voorwaarde. Dat de zolder, maar dan dus alleen voor mij, evengoed toch tot een mooie kamer wordt verbouwd.